In deze video ga ik een aantal van jullie uitkiezen die onze nieuwe SD-producten mogen testen. Dus wil jij dit nu zijn, doe dan vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden en check het na de intro. Dus jongens, het werd weer eens tijd om weer wat nieuwe SD-scooters producten te laten maken. En het allereerste wat we hebben laten maken zijn nieuwe Stunstep grips. Jullie kennen vast de Audi Soft Stunstep grips. Nou, ik vind dat persoonlijk echt de allerbeste handvaten die er zijn voor te stunsteppen. En dus dacht ik van oké, waarom gaan we ze gewoon niet ook eens voor SD-scooters maken? Nou heb ik ze een klein beetje langer laten maken. Deze voelen ongeveer gelijk aan de Audi grips, lekker zacht. Wil jij nu een van deze testen? Blijf zeker weten kijken. Daarnaast hebben we ook nog de nieuwe SD scooters wielen. En echt waar, ik zou graag hem al een beetje willen omdraaien. Maar ik wil het ook geheim houden. Want dit is iets wat echt nog niet vaak er is. Alleen we moeten natuurlijk eerst de kwaliteit testen. Want als we iets gaan uitbrengen terwijl we niet eens de kwaliteit weten. Kijk, dat is gewoon super dom. Want dadelijk zijn er heel veel garanties. En dat is gewoon niet handig. Plus jullie hebben dan ook kapotte wielen of grips die super snel slijten. Dat heeft gewoon totaal geen zin. Nou, voordat we verder gaan met het uitleggen van de producten of hoe of wat, wil ik nog eventjes zeggen dat je moet blijven kijken, want aan het einde van deze video ga ik een nieuwe SD Stunstep uitstap aankondigen naar Skateland Rotterdam. En dat allemaal tijdens het Belgisch en Nederlands kampioenschap stuntsteppen. Dus echt wel dadelijk meer informatie, eerst door naar de producten. Ik zat te denken van waarom maak ik niet gewoon een YouTube video waarin jullie, dus één van jullie, gewoon de spullen kunnen testen. Bijvoorbeeld twee mensen de grips en ik zoek ook nog één of twee mensen voor de wielen. En toen dacht ik van wat moeten ze hiervoor doen? Nou, ik ga het niet te moeilijk maken. Ik ga het gewoon simpelweg op YouTube hier houden. Dus wil jij nu kans maken om bijvoorbeeld één van onze wielen te testen of de handvaten, dan krijg je gewoon simpelweg gratis nieuwe wielen. Dus je gaat er sowieso vooruit. En het is ook gewoon iets geheim wat nog niemand heeft en jij de eerste bent. En wat je daarvoor moet doen is het volgende. Oké, dus de allereerste stap wat jij moet doen is, je moet natuurlijk geabonneerd zijn op ons kanaal. Dus heb je dat nog niet gedaan, doe dat dan zeker weten. Er zijn echt nog super veel mensen die gewoon kijken en niet geabonneerd zijn. Stap nummer 2 is het liken van deze video. Simpelweg, je staat onder ergens, links op telefoon, linksonder en op computer ook een beetje linksonder, staat een blauw duimpje. Klik er eventjes op en dan maak jij ook kans. En de derde stap die je moet doen, laat een reactie achter waarom jij een van deze producten moet testen. Dat kunnen allerlei verschillende redenen zijn. Dat kunnen zijn van oké, mijn grips zijn versleten. Dat kan zijn van oké, ik ben zwaar. Ik land heel vaak sketchy. Dat mag van alles zijn. Of ik knijp heel hard in mijn grips. En mijn grips slijten altijd heel snel. Kijk, dat zijn mensen die we nodig hebben. Heb je nu geen van deze dingen, maar wil je toch kans maken, schrijf gewoon een mooi berichtje. En wie weet ben jij één van de personen die deze producten mag testen. Ik heb ze zelf ook nog niet getest en ze komen net aan. Dus jullie gaan ook serieus de eerste zijn die het ooit hebben aangeraakt. Plus daarnaast, je hebt gewoon letterlijk echt waar een setje wielen nieuw gewoon. En als ze goed zijn, kun je daar ook gewoon heel lang mee rijden. Plus, je hebt de prototypes van de nieuwe SD Stunstep spullen als ze natuurlijk uitkomen. Kijk, die barhands en zo, daar staat gewoon nog geen logo op, staat niks op. Het is gewoon helemaal blanco, dus niemand gaat het echt raden. Ja, deze gaan wel opvallen, want dit is echt iets uniek, een uniek design. Je weet de stappen, abonneer op ons kanaal, like deze video, laat een reactie achter. Maar eerst wil ik het nog eventjes hebben over onze nieuwe SD-uitstap naar Skateland Rotterdam op 5 mei. 5 mei is het Belgisch-Nederlands kampioenschap stuntsteppen. En woon jij nu niet in de buurt van Rotterdam, wij gaan ervoor zorgen dat jij mee kan doen aan de wedstrijd. Maar als je niet mee wilt doen, ook geen probleem. Er zijn genoeg onderdelen die nog vrij zijn om te rijden. En de meeste rijden altijd op het streetgedeelte. Daarnaast hebben we ook nog de bowl. Alles is vrij voor de rest. Maar het parkgedeelte zal natuurlijk voor de wedstrijd nodig zijn. Dus daar kun je niet altijd rijden. Nou, nu zijn er misschien een aantal mensen die denken van oh ja, ik twijfel wel, maar ik wil niet alleen gaan. Nou, de ouders mogen ook mee met de bus. Dit is een stukje goedkoper dan dat jij zelf gaat rijden. Want kijk, stel je voor je komt uit Lommel of ergens anders, weet ik veel. Dan betaal je gewoon al bijna 40 euro aan benzinekosten. Daarnaast moet je ook nog daar parkeren, et cetera, et cetera. Dus je bent makkelijk 50, 60 euro kwijt. Als je met ons meegaat, check dan eventjes de website voor de prijzen van de ouders en natuurlijk
de kinderen. We gaan nog steeds een tombola doen op de bus. We gaan gratis stickers weggeven. Je kan kennis maken met de beste stuntsteppers van België en Nederland. Jongens, dit is echt een evenement wat je niet kan missen. Misschien heb je ooit een aftermovie gezien. Misschien heb je ooit iets anders ervan gezien. Of foto's, video's. Maar dit is echt het evenement van het jaar. We vertrekken natuurlijk 's morgens in de ochtend. En we zijn 's avonds ietsjes later thuis. Omdat het gewoon een langere dag is. Maar je kunt gewoon meedoen aan een super vette wedstrijd. Hoe groot, hoe klein, hoe goed, hoe slecht. Ja, niemand is eigenlijk slecht. Maar hoe beginnend je ook bent, je kan altijd meedoen met deze wedstrijd. Het wordt opgedeeld in verschillende klassen: rookies, amateur, pro's. Dus je moet niet bang zijn dat je niet goed genoeg bent. En daarnaast, als je niet mee wil doen, kun je ook mee. Want het is gewoon super vet om te kijken. De pro-rijders zijn letterlijk mensen die op het hoogste niveau meedoen. Die echt waar... serieus, wereldkampioenschappen rijden, Europese kampioenschappen. Dus dit moet je ooit gezien hebben. En nu is de kans. Dus wil jij inschrijven hiervoor? Klik dan eventjes op de eerste link in bio. Stuur het door naar al je vrienden. Als je al twijfelde om mee te doen, maar had je geen vervoer, et cetera. Of je wilt gewoon komen kijken, stuur het door naar al je vrienden. En dan gaat het zeker weten goed komen. Nog even in het kort. De eerste link klik je aan als jij mee wilt doen aan het Belgisch-Nederlands kampioenschap stuntsteppen. Of als jij gewoon de beste pro-rijders van België en Nederland wilt zien. En daarnaast een leuke stuntstepdag wilt hebben. Daarnaast wil jij een van onze producten testen, doe dan zeker weten abonneren, like deze video en laat weten waarom jij deze producten wilt testen. Dat was het voor vandaag en zoals ik altijd zeg, laters!